Welkom bij Buiten Gewoon Grillen. Vandaag een prachtige nazomersdag. Het is heerlijk weer. Ik ga een lekkere Indian Summer Barbecue maken. Met mijn vrienden. Lekker share dining. Nou, we gaan genieten. Ik ga mijn best doen en ik hoop dat jullie ook genieten. Indian Summer. Een beetje najaar. Zelf vind ik het lekker om dan even meer gerechtjes te maken. Wat meer share dining. Wat ga ik maken? Een salade van quinoa. Zoetzuur groenten. En lamsnekken van de barbecue. Ik heb lamsnekken. Twee mooie lamsnekken gehad bij de slager. Die ga ik even zout marineren met rassalanoet en een beetje zout. Dan ga ik ze marineren en dan ga ik ze rustig op de barbecue garen. Ik denk ongeveer 2 uurtjes. Barbecue op 100, 110 graden. Tot de kern 63 graden is. Ik doe nog een beetje olijfolie over. Dan grilt het vlees even wat mooier. Op naar de barbecue. Zo, kijk eens. Nou, het lam is mooi gaar. Ik heb een kerntemperatuurmeter erin gehad. 63 graden. Bakje met citroenwater eronder om die temperatuur beter te reguleren. 2 uurtjes is er ongeveer op geweest. Dat is mooi gaar. Als basis voor de salade gebruik ik quinoa. Heb ik een kwartiertje gekookt in gezouten water. Maak af met wat blokjes avocado, blokjes tomaat en wat verse peterselie. En een beetje frissigheid, lekker met die lam, is dat lekkere verse citroen. Zoetzure groenten op de salade. Wat ga ik ervan maken? Zoetzuurmarinade. Hoe maak ik zoetzuurmarinade? Eigenlijk is het heel simpel. Gelijke delen wijn. Azijn en suiker. Opkoken. Als de marinade aan de kook is, gooi ik de groente erin en laat ik eigenlijk de groente afkoelen in de marinade. Aan de kook brengen. Doe ik nog een paar blauwtjes laurier, rozemarijn en tijm erbij. Om lekker te laten trekken. Lekker bij die lam. Ik gebruik 3 soorten groenten voor de zoetzuur. Winterpeen, redijsjes en komkommer. Nu doe ik het zo dat de marinade aan de kook is, gooi ik eerst de wortel erin. Daarna snij ik de rijstjes toe erin en de komkommer als laatst. En laat ik het eigenlijk in de marinade afkoelen. Waardoor de groenten eigenlijk de perfecte garing krijgen. Hier maken we linten van. En dat doen we eigenlijk heel simpel door met de dunschiller hele lange slierten te maken. Heb je dan niet zo'n dunschiller in huis, kun je het ook altijd met de kaasschaaf doen. De radijsjes heb ik schoongemaakt. Snij ik even in vieren. De marinade kookt. Zet het vuur uit. Doe ik als eerste wortel erbij. De radijsjes in vieren gesneden. En als laatste snij ik komkommer in kleine blokjes. Zo heb je van je verschillende groenten ook verschillende manieren gesneden. Een beetje structuren en vooral kleuren in je salade. Het ziet er heerlijk uit. Zeker voor deze mooie nazomerdag. Laat de groenten lekker in de marinade zitten tot de marinade helemaal afkoelt. Dan hebben de groenten de perfecte garing. Lekker beetje nog, lekker beetgaar. En heerlijk voor op je salade. Voor het afmaken van de gerechtjes. Mooie kleine schaaltjes. Doe ik een beetje quinoa salade onderin. Met avocado, tomaten en de kruiden. Daarbovenop komen de zoetzure groenten, de wortel, de radijs en de komkommer. En als laatste snij ik de lamsnekken eroverheen. Kijk eens, dat is toch mooi. Mooie garing, mooi sappig. Ja, dit is precies hoe je het wil hebben. Gerechtje met aubergine. Ga ik op de barbecue roosteren, tot die mooi gaar is, mooi zacht. Serveer ik met een beetje schapenjoghurt, granaatappel en een beetje gehakte munt. De aubergine snij ik door de helft. Snij ik het vruchtvlees in met mijn mes. Waarom doe ik dat? Dan gaat de smaak er beter in en dan gaat het ook wat sneller. Dus wat doe ik eigenlijk altijd? Is even een plakje met mijn dunschiller van de bodem afhalen. Zodat je net even wat minder schil hebt en net even makkelijker te eten is. Beetje olijfolie erop en een beetje zout. En meer heeft het ook niet nodig, want eigenlijk alle smaken doen we er zo meteen overheen. Zo zijn we lekker heet. Ik heb de barbecue staan op ongeveer 190 tot 200 graden. Leg ze op met de vruchtvleeskant naar beneden en laat ik ze lekker roosteren. Serveer wat granaatappelpitjes bij. Ik snij hem altijd open. Vind ik zelf de makkelijkste manier om de granaatappel schoon te maken. Je hebt eigenlijk allemaal segmenten die je helemaal los kan halen. De velletjes wil je juist niet. Aubergines zijn goed. Mooi gekleurd. Mooi zacht. Niet te zacht. Laat ze vooral niet te zacht worden, want dat is niet lekker meer. Ze moeten wel een beetje bij te houden. Aubergines zijn mooi gaar. Een beetje schapenjoghurt overheen. De smaak van die schapenjoghurt is lekker vol, lekker romig. Over die schapenjoghurt doe ik een beetje granaatappel. En een beetje gesneden munt. En als laatste nog een heel klein beetje zout erover. Gambas van de barbecue, super makkelijk. Lekkere spiesjes. Met afgemaakt met likkie lakkie saus. 2 eetlepels ketchup. 1/4 eetlepeltje met hoisin saus. Beetje tamarindepasta. Pittige sriracha. 1 flinke eetlepel chilisaus. En als laatste, 1/4 eetlepel en mijn saus.
Goed mengen. Smeren we ze licht in met de marinade, niet te veel. Want we willen straks ook nog een beetje nalakken. Als je nu te veel lak doet, dan verbrandt het heel snel. Dan krijg je heel veel donkere stukjes erop, dat is niet zo mooi. Gammaspiesjes op het volle vuur, maar doen het niet te warm. Houd de barbecue rond de 160, 170 graden. Deksel dicht. 2-3 minuutjes, omdraaien, nog 2-3 minuutjes en klaar. Mooi glazig van binnen houden alsjeblieft, niet te gaar. Vis van de barbecue, zelf vind ik het heel mooi, vooral als die op de graad is. Want dan kun je echt de juiste gaarheid bepalen. Ik heb vandaag gekozen voor mooie zeebrazen. Ik knip de vinnetjes er eigenlijk even af. Ik snijd de huid in om eigenlijk de smaak van de zout en de olie nog beter in de vis te laten trekken. Ga ik de vis vullen met de citroen en met de peterselie. Zouten en de huid goed insmeren met olijfolie, want je wil niet dat de vis zometeen gaat vastplakken aan je grill. De vis op een hete barbecue, dat is wel heel belongrijk. De barbecue is ongeveer 220 graden, want we willen eigenlijk die vis snel roosteren om een mooi krokant huidje te krijgen en een mooie garing. Een vis wordt heel snel gaar, dus dat wil je echt heel snel doen. Oh, kijk eens even. Mooi gaar, mooi krokant huidje. Komt die vlammen, nou we kunnen aan tafel. Nou, dit is voor mij het echt ultieme gevoel van een Indiër summer. Lekker nazomeren, lekker shared dining met z'n allen aan tafel. De vis van de barbecue, de aubergine met schapenjoghurt en granaatappel. Gambas likkie lakkie en als laatst de lamsnek met de quinoa en zoetzure groenten. Nou, wil je dit nou ook? Kijk op onze website voor nog veel meer informatie, nog veel meer tips. www.buitengewoongrillen.nl. Dankjewel voor het kijken, tot volgende keer.